Meneer de rector, dames en heren, dank u voor uw aanwezigheid. Ik moet u meteen wat bekennen. Ik heb een vorm van plagiaat gepleegd. De titel van deze oratie is ontleend aan een boekje wat getiteld is De Onzichtbare Patiënt. En in dat boekje beschrijft een jonge vrouw hoe zij op jonge leeftijd geconfronteerd wordt met klachten als hartkloppingen, kortademigheid, moeheid. Wat ze heeft, dat is onzichtbaar voor haar en voor haar omgeving. Je ziet een normale, gezonde, jonge vrouw. Klachten zijn progressief en nemen toe. Uiteindelijk wordt ze opgenomen in het ziekenhuis. En wat blijkt dan? Ook de aandoening die ze heeft, is eigenlijk onzichtbaar voor de dokters. Uiteindelijk wordt de diagnose pulmonale arteriële hypertensie gesteld. Hoe kan het nou zijn dat deze levensbedreigende aandoening zo lang onzichtbaar is voor de patiënt, maar ook voor de dokter? En met name dat laatste, dat heeft een lange voorgeschiedenis. Zoals u misschien weet, is de grondlegger van de westerse geneeskunde Galenus. Een leerling van Hippocrates. En deze man die heeft in het oude Griekenland heeft bedacht hoe ziekten in elkaar zitten en heeft ook bedacht wat al die bloedvaten doen. En hij wist niet, had niet een notie van de circulatie. Wat dacht hij? Hij dacht dat het bloed opgenomen werd uit de darm, gillus, vervolgens zich mengt in de lever. En als het zich vervolgens in de lever gemengd heeft, komt het in de rechterhartkamer. En vervolgens gaat het via een gat, gaatjes in de rechterhartkamer naar de linkerhartkamer. En daar wordt het vervolgens gemengd met lucht, wat uit die longaders komt. En dan, dat is dan eigenlijk de spiritus vitalis. En daarmee is dan de levensbrengende geest in het bloed gebracht. En eigenlijk is dat geen circulatie, maar meer een soort eb- en vloedbeweging. Die longslagaders, die hadden niet een bijzondere betekenis, behoudens dat dat misschien bedoeld was om die long een beetje te voeden. En met dat concept is men eigenlijk jaren en eeuwen lang doorgegaan, totdat er in de 14e eeuw of in de 15e eeuw een groot geleerde was in de Arabische wereld, levend in Damascus, ook de lijfarts van de sultan, Ibn al-Nafis. En misschien weet u dat eigenlijk op dat moment in de Arabische wereld de gouden eeuw van de wetenschap doormaakte. Er was veel astrologie, veel sterrenkunde, veel wiskunde, theologie, maar ook geneeskunde. En die Ibn al-Nafis die heeft een grote nalatenschap achtergelaten van boeken over allerlei onderwerpen. En een van zijn beroemde tekeningen is deze tekening. Wat u hier ziet is de rechter atrium, de rechter hartkamer. Dan ziet u hier bloedvaten die naar de long toe lopen. U ziet dat ze oplossen in het niets. Dat is ook niet zo heel gek, want er was niets bekend over die haarvaten. En vervolgens ziet u dat er weer wat terugkomt in de linkerhartader. En u ziet nog wel steeds dat dit de spiritus vitalis is. Het concept van Galenus. Nou, wat is de enorme verbetering wat deze man toebracht? Er is geen gaatje meer te zien in het hart. Hij had dus wel de notie dat waarschijnlijk bijna alles naar die long toe ging. Nou, dat boek dat is vervolgens vertaald. En dat is eigenlijk 2 eeuwen later vertaald. En dat is ongeveer in de 16e eeuw. In de 16e eeuw hadden mensen door. Er is heel veel gebeurd daar in dat Damascus. En dat is zinvol om die boeken te vertalen. En in 1550 wordt dat boek dan vertaald. En dan komt er in 1553 opeens een ander boek op de markt in Europa. En dat boek, dat is eigenlijk een theologisch boek, geschreven door Michael Servet, een arts die leefde van 1511 tot 1553. Dat boek dat heet Restitutio Christianismi. En daarin blijkt hij eigenlijk grotendeels dat concept van die Ibn al-Nafis overgenomen te hebben. En onduidelijk is of dat nou zijn eigen gedachten waren, of dat hij dat boek gelezen heeft, dat vertaalde boek wat 3 jaar daarvoor was. In ieder geval, dit is dus zijn wereld, de wereld waarin er wel een goede circulatie is direct naar de long, geen gat meer in het hart, maar er niets tussenin zit. In mijn beleving is William Harvey de ontdekker van de pulmonale circulatie. Ook weer een lijfarts, niet van de sultan, maar van koning Karel I van Engeland. Zeer gedegen onderzoek en wat ik vooral bijzonder vind in deze man, hij deed de experimenten die nodig zijn om aan te tonen dat er niet alleen een pulmonale circulatie is, maar ook een systemische circulatie. Je sluit de ader, kijkt wat er gebeurt, je sluit de slagader en je kijkt wat er gebeurt. En deze man kon onomstotelijk aantonen
dat er eigenlijk een grote circulatie is en een kleine circulatie. Vervolgens wisten we natuurlijk nog niks over die pulmonale circulatie. Wat is nou de druk? En de notie dat je er ziek van kunt worden in die pulmonale circulatie was natuurlijk helemaal niet bekend. En eigenlijk wat je dan nodig hebt is om iets te weten van druk en weerstand en eigenschappen van dat vaatbed. En eigenlijk duurt het dan vervolgens weer een heleboel eeuwen voordat we daar weer verder inzicht in krijgen. En dat is een beetje door het pionierswerk van Werner Vossmann, 1922. Man heeft weinig aan wetenschap gedaan, maar één ding heeft hij gedaan waarmee hij wereldberoemd geworden is, zelfs de Nobelprijs gekregen. Hij had het idee dat het mogelijk was om met een katheter naar die rechterhartkamer en misschien zelfs wel naar die longslagader te gaan. Hij zocht een vrijwilliger in zijn ziekenhuis, hij was assistent chirurgie. Hij kon die niet vinden en ten einde raad heeft hij hem bij zichzelf ingebracht. En hier ziet u dan zijn beroemde foto, want dat is eigenlijk wat zo essentieel is. Als je iets doet, moet je het ook vastleggen in artikelvorm, anders ziet niemand het. Beroemde foto, dan zie je inderdaad dat de katheter in de rechter ventrikel ligt. Dat is een enige publicatie geweest die hij ooit gedaan heeft. Vervolgens is hij in het leger gegaan, de oorlog brak uit en daarna heeft hij een urologische praktijk begonnen samen met zijn vrouw. Maar hij heeft wel de Nobelprijs gekregen, dat heeft hij samen met Richards en Coenan gekregen. Richards en Coenan waren longartsfysiologen die bedachten, weet je wat, als dat kan, dan moet het dus ook mogelijk zijn om die druk te meten in de longslagader. En dat hebben ze gedaan, ze hebben een drukkatheter, ze hebben die katheter verbeterd, ze hebben allerlei drukmetingen gedaan. En wat vonden zij? De druk in de longslagader is ontzettend laag. Laten we zeggen dat de druk in de systemische circulatie gemiddeld ongeveer 60, 70 mm kwik is. In de longslagader is die lager, minder dan 20. De weerstand in dat vaatbed is dus ook heel laag. Dat komt omdat er een enorme hoeveelheid vaten zijn in de long nodig om al dat zuurstof op te nemen. Als je eenmaal de druk kunt meten, kun je ook zien dat de druk soms verhoogd is. En onder wat voor omstandigheden gaat de druk omhoog? Onder inademing van een hypoxisch mengsel. Als we een laag zuurstofgehalte inademen, dan gaat de druk omhoog. En degenen die dat gevonden hebben, waren Euler en Lewis-Strand in 1946, deden een proef bij een kat, brachten een katheter aan in de longslagader, gaven die kat een hypoxisch mengsel en wat u hier kunt zien, is dat vervolgens die druk omhoog springt. Klaarblijkelijk reageren die pulmonale vaten op een hypoxische prikkeling. Kan dat nou ook tot ziekte leiden? In ieder geval, het heeft voordelen. Als we een longontsteking hebben, dan is het verstandig, en zo is het lichaam ook gemaakt, dat dat deel van de longcirculatie uitgeschakeld wordt, want anders zou dat niet goed zijn voor onze gaswisseling. Maar op het moment dat je langdurig aan een lage zuurstofgehalte blootgestaan wordt, kan het wel degelijk schade hebben. En degenen die dat voor het eerst goed observeerden, waren twee Peruaanse artsen, Dante Penaloza en Javier Arias Stella. En waar deden ze hun observatie bij mijn werkers die op die hele grote hoogte in Peru hun werk deden. Die mensen die ontwikkelden tekenen van hoge bloeddruk in de longslagader. Bovendien kon Arias Stella aantonen dat er verandering in die longvaten optrad. Die vaten die waren dus niet alleen vernauwd, maar we gingen ook structureel veranderen, verdikken. Dit werd gezien onder andere door meneer Reeves, een groot longarts en een fysioloog uit Denver. En die had door, weet je wat, als dat optreedt bij die mijnwerkers, zou dat ook wel kunnen optreden bij allerlei andere longaandoeningen, zoals bijvoorbeeld COPD en longfibrose. En dit is een artikel wat hij geschreven heeft en gepubliceerd is 1 jaar na het overlijden van Jack Reeves, waarin hij zijn ontdekking van de Peruaanse artsen beschrijft. En daarmee is dus één belangrijke oorzaak van hoge bloeddruk in de longslagader gevonden, langdurige blootstelling aan een hooghypoxisch mengsel, aan een hypoxisch mengsel. In de afgelopen 50 jaar weten we echt dat er veel en veel meer oorzaken zijn, wel meer dan 40. En u ziet ze hier gerubriceerd. En wat u meteen misschien opvalt, is dat ze gerubriceerd zijn in groepen. 5 hoofdgroepen. De pulmonale arteriële hypertensie, de meest zeldzame en meest levensbedreigende. De pulmonale hypertensie ten gevolge van linkerhartfalen. De pulmonale hypertensie ten gevolge van longaandoeningen, dan met name dus een laag zuurstofgehalte. De chronische tromboembolische pulmonale hypertensie en de pulmonale hypertensie. Eigenlijk zeg maar de prullenbak, de restgroep, waarvan je eigenlijk nog niet precies weet hoe je die moet klassificeren.
En daar heeft natuurlijk gigantisch veel onderzoek aan de grondslag gelegen om te komen tot deze rubricering. En de belangrijkste grondslag van deze rubricering is de pathologie. Nederlanders zijn af en toe een beetje te bescheiden, maar we hebben een heel groot wetenschapper gehad in Amsterdam. Professor Kees Wagenvoort, patholoog. En met een minutieuze manier heeft hij allerlei vormen van pulmonale hypertensie door zijn microscoop bekeken. En wat hij zag, is dat ze verschilden. En wat hij vooral zag, is dat er één groep anders was als alle anderen, de pulmonale arteriële hypertensie. Hij heeft een boek geschreven, een boek wat nog steeds beroemd is en vaak aangehaald wordt op elk congres. Dat heeft hij samengeschreven met Donald Sees, The Pathology of the Pulmonary Vasculature, waarin hij al zijn bevindingen beschrijft. Nou, wat zag die man door zijn microscoop heen? En deze plaatjes die heb ik gekregen van de erfenis van professor Wagenvoort, dokter Kruenberg en professor Mooi. Twee fantastische pathologen in ons centrum die heel veel weten van deze aandoeningen. Wat zag deze man? Hij zag dat elke vorm van pulmonale hypertensie anders was. En zoals een botanicus zijn bloemen determineert, zo heeft hij dat ook gedaan. Dit is chronische thromboembolische PH. Wat zie je? Een soort rekanalisatie met allerlei fibrosisstrengen in vooral de wat grotere vaten. Dit is die pulmonale arteriële hypertensie, die eerste groep. Een soort woekering van cellen die u hier ziet. En eigenlijk een vernauwing van het bloedvat wat hier loopt. En u kunt zich voorstellen dat daar de druk omhoog gaat. En sommige mensen zeggen, ja, dat lijkt eigenlijk wel op een tumor. En daar kom ik zo nog op terug. Dit is wat meneer Arias de Stella zag in zijn mijnwerkers. En wat wij zien in onze patiënten met COPD en longfibrose. Verdikking van de allerkleinste vaten. En dit is wat je krijgt als je hart faalt, linkszijdig, en de druk veneus dus adellijk verhoogd wordt, arteriolisatie van de venulen. Elke vorm heeft een andere pathologie. Nou, wat is de essentie daarvan? Een andere pathologie betekent ook een andere behandeling. Ik wil me in de rest van mijn verhaal vooral focussen op pulmonale arteriële hypertensie. Niet omdat die andere vormen van pulmonale hypertensie niet belangrijk zijn, maar wel omdat dit de kern geweest is van ons klinisch bezig zijn en ook ons onderzoek, omdat we denken dat ook de kennis die je juist met deze groep verkrijgt, je ook inzicht kunt krijgen hoe je die andere vormen van pulmonale hypertensie kunt behandelen. U ziet dat er meerdere oorzaken zijn. Het kan zijn dus dat je een mutatie hebt, een erfelijke afwijking. Het kan ten gevolge van reumatische aandoeningen, ten gevolge van HIV, ten gevolge van leveraandoeningen, ten gevolge van aangeboren hartafwijkingen, ten gevolge van schistosomiasis, bilharzia, etc. Maar desondanks is deze vorm zeer zeldzaam. Nou, wat zijn nou de kenmerken? Hoe vaak komt het voor? 15 patiënten per miljoen per jaar uit de meest betrouwbare databases. Er zijn meerdere oorzaken bekend. Er zijn ook meerdere effectieve behandelingen beschikbaar. En desondanks, recent ook gepubliceerd uit een goede database, is de 3 jaar transplantatievrije overleving op dit moment nog steeds ietsje minder dan 60%. Hoe behandelen we deze patiënten? Eigenlijk met behulp van het huidige inzicht, 3 belangrijke pathways: de endotheline pathway, de nitric oxide pathway en de procycline pathway. We weten dat al deze pathways betrokken zijn bij deze ziekte. En je zoekt vervolgens medicamenten om dat te blokkeren, dus endotheline receptor antagonisten, om dit proces te blokkeren. Medicamenten die de NO omhoog brengen, dus fosfodiesterase 5 remmers of aangrijpen op het cyclisch GNP of procycline toevoegen. Nou, als we dat doen, dan kan de patiënt beter lopen, zijn overleving verbetert, maar de patiënt geneest niet. En dan kijk je vervolgens, wat zou er nog meer een rol kunnen spelen? En eigenlijk, zoals u misschien gezien hebt, die afwijking bij die pulmonale arteriële hypertensie, dat leek wel een beetje op een tumor. En bij tumor horen allerlei processen die ontregeld zijn op de celmembraan en in de cel. En er is natuurlijk ook gekeken van, is dat dan ook bij pulmonale arteriële hypertensie het geval? Dat lijkt zo te zijn. En dan vervolgens kun je zeggen, nou weet je wat, dan kunnen we met diezelfde medicamenten, zoals we die ook in gebruik in de kankergeneeskunde, de oncologie, kunnen we misschien wel die pulmonale arteriële hypertensie te lijf, om in ieder geval die abnormale proliferatie en ook die apoptoseresistentie van die cellen te lijf te gaan. Dan heb je allerlei verschillende mogelijkheden en heb je ook opeens een heleboel kennis achter je, want in de oncologie loopt natuurlijk wat voor ten opzichte van bij een zeldzame aandoening.
En dan heb je dus zo'n hoeveelheid medicamenten. En eigenlijk kunt u dat in het kwadraat zetten. En dan komt u ongeveer uit waar we nu aan mogelijkheden hebben. Hoe moet je dan verder? Je hebt een zeldzame aandoening, 15 per miljoen per jaar. Je hebt allerlei mogelijkheden om dat te blokkeren. Welke keus moet je maken? Je kunt ze niet allemaal testen. Daarvoor heb je veel te weinig patiënten. Je wilt meer inzicht hebben, maar de biologische inzichten zijn incompleet. Een goed proefdiermodel, we hebben proefdiermodellen, maar ze zijn ook niet goed voldoende om het beeld te krijgen. Je hebt te maken met een zeldzame ziekte. Je hebt ook te maken met bijwerkingen, want al deze medicamenten gaan ingrijpen op een heel centraal mechanisme, namelijk de groei. En dat kan natuurlijk allerlei ongewenste neveneffecten hebben. En niet onbelangrijk, die rechterhartkamer, die moet verdikt worden om te kunnen werken tegen die verhoogde druk. Je moet zich dus aanpassen, hypertrofiëren. En als je daar een medicament voor hebt wat daarop aangrijpt en dat remt, dan leid je vervolgens misschien wel de patiënt tot rechterhartfalen. Iets wat je natuurlijk niet wil. Er zijn twee belangrijke inzichten die ons enorm helpen om toch iets verder te komen, ons inzicht te vergroten. En het eerste is die erfelijke basis van pulmonale arteriële hypertensie. In Nederland zijn er ongeveer 20 families waarbij de pulmonale arteriële hypertensie familiair voorkomt. Dat betekent dus dat er meerdere leden in de familie aangedaan zijn of in het verleden aangedaan waren. En hier ziet u zo'n voorbeeld van zijn familie. En als dat zo is, weet je eigenlijk één ding zeker, er moet een erfelijke oorzaak zijn. En die is ook ontdekt in 2001 in een groot artikel in de New England Journal of Medicine. Een mutatie in het BMPR2-gen. Dat gen is betrokken bij de regeling van groei. En als je dat weet, dan heb je natuurlijk meteen een heel belangrijk inzicht. Want dan kun je zeggen, nou, wat doet dat gen, waar leidt dat toe, welke eiwitten codeert dat, et cetera, et cetera. Er zijn echter wel twee belangrijke vragen die overgebleven zijn. De eerste vraag is, niet alle mensen met pulmonale arteriële hypertensie hebben dit gen. Met andere woorden, deze genmutatie, met andere woorden, er moet meer zijn als wat we nu gevonden hebben. Het tweede, ook al heb je die mutatie, dan wil dat helemaal niet zeggen dat je ziek wordt. Dus er moet iets bij komen. Dus blijkbaar zijn we er niet alleen maar door deze mutatie te vinden. En op dit moment voeren we samen met de afdeling klinische genetica, waarbij dokter Leter de leidende kracht is, onderzoek uit samen met een aantal andere buitenlandse instituten om een antwoord te vinden op deze twee belangrijke vragen. Een andere belangrijke ontwikkeling is de celkweek. Als je de cellen kunt kweken van de zieke plek, ben je in staat om de biologie goed te bestuderen. Dat is natuurlijk lastig, want die zit in je long. Het is al moeilijk om de druk te meten, laat staan om de cellen te krijgen. Maar soms faalt de therapie van de patiënt en moet er een transplantatie volgen. Dat gebeurt in ons geval in Groningen. En wat we dan gebeuren met toestemming van de patiënt, een klein stukje van die long die uitgenomen wordt, eruit knippen en dat vervolgens op kweek brengen. En hier ziet u zo'n voorbeeld van zo'n kweek. Dit zijn de normale binnenbekleding van de cellen. Dit onderzoek gebeurt dus door dokter Van Nieuw-Amerongen en dokter Amman. En hier ziet u de kweek van een PAH-patiënt. En wat u ziet is dat dit een beetje ontregeld is. Die cellen die groeien over elkaar heen, die houden zich helemaal niet zo netjes aan de regels. Nou, is dit afwijkend of is dit niet? En wat verklaart dit, et cetera? Dat is op dit moment nog bron van onderzoek. Deze kweek is nog zeer recent. Ik denk dat deze celkweken zeer essentieel worden om ons inzicht te vergroten. Waarom gedragen die cellen zich zo? En vervolgens ook te kijken, hoe kun je dat blokkeren? De symptomen van de patiënt komen voort uit de rechterhartkamer. De rechterhartkamer, die moet tegen die hoge druk opboksen. En als die druk te hoog is, dan lukt het niet meer en dan gaat die falen. En kan die eigenlijk niet meer veel slagvolume produceren. En dat ziet u hier weergegeven. Dit is een gezond hart, normaal hart, mijn hart, dunwandig. Dit is een patiënt die goed is ingesteld op medicatie, een hoge druk heeft, dikke spier. En deze patiënt gaat het niet goed mee. De rechterhartkamer is enorm vergroot, de spierwand is dun. U ziet allemaal vocht rondom dat hart zitten en dat gaat niet goed met deze patiënt. Dat is dus belangrijk. En vanaf het begin af aan in 1998, toen we begonnen met pulmonale hypertensie, was rechterhartfalen al een onderwerp wat we belangrijk vonden, omdat we daar dagelijks mee in de klinische praktijk geconfronteerd werden. Om de rechterhartkamer goed te bestuderen heb je twee dingen nodig. De eerste, je moet weten wat de functie is, dat kunnen we meten. En de tweede is, je moet weten wat die vaatbelasting is.
En daar hebben we heel veel onderzoek gedaan in de afgelopen jaren. Wat is nou de last die de rechterhartkamer ondervindt van die pulmonale hypertensie? Je zult zeggen, nou, dat is natuurlijk die vaatweerstand die in die vaatje zit. Dat is niet alles. Professor Westerhof, heb ik dit plaatje van gekregen, heeft hier heel veel onderzoek naar gedaan. En eigenlijk kan ik dat u makkelijk uitleggen aan de hand van de zogenaamde windketel. Wat is dit? Dit is een kanaal, een pomp. En er zat een windketel tussen. Waarom was die windketel belangrijk? Als die windketel niet was, dan was dit water natuurlijk niet onder druk. En dan zou je steeds een pulsatiele stroom krijgen. Dat zou natuurlijk niet goed zijn. Je wil een continue straal hebben. Dus je zet met die windketel de boel onder druk. En het lichaam functioneert ook zo. Dit is het hart. Dit zijn de grote vaten. Dit zijn de kleine vaten. Hier zit weerstand in. En hier zit die zogenaamde windketel in. Nou, waarom is dat belangrijk? Als we dat niet zouden hebben, zouden we minimaal 60 keer per minuut flauwvallen, bewusteloos raken, omdat er geen bloedstroming in ons hoofd is. En die windketel van die vaten, dus die rekbaarheid van die vaten, die zorgen er dus voor dat die stroom continu is door het hele lichaam. Dat is natuurlijk een prachtig mechanisme, maar dat kost natuurlijk wel iets energie voor het hart. Dus de belasting van het hart is niet alleen hier, maar ook een beetje hier, om dit allemaal op te rekken. Laten we eens hypertensie naast elkaar zetten ten opzichte van pulmonale hypertensie. En hypertensie is de normale huistuin- en keukenhypertensie zoals je die kent in de volksmond. Dit is in ieder geval een gezond persoon. En dit is in de longslagader gemeten. Lage drukken. Dit is een patiënt met hoge bloeddruk. Dit is hypertensie. Hoge bloeddruk, normaal gesproken al echt bij een gezond persoon. En nog een stukje hoger. Nou, er vallen een aantal verschillen op als u deze curves bekijkt. Ten eerste is het verschil tussen gezond en ziek hier enorm groot. Wel een factor 5 gemiddeld. Met andere woorden, die weerstand, want daar gaat het gemiddeld over, die weerstand is een factor 5 toegenomen. Kijk je naar een patiënt met hoge bloeddruk, zoals die bij de huisarts komt, dan ziet u dat die factor veel kleiner is, 1,2, 1,3 maximaal. U ziet iets anders, de onderdruk en die bovendruk, die neemt hier enorm toe. Nou, die onderdruk en die bovendruk zeggen iets over die stijfheid van de vaten. Hoe stijver die vaten, hoe hoger het verschil wordt tussen die onder- en die bovendruk. U ziet dat die hier ook toeneemt en misschien vooral wel toeneemt. Nou, die onderdruk en die bovendruk, dat zegt iets over die compliantie. De belasting door de compliantie, die gemiddelde druk, dat zegt dus iets over de belasting door de weerstand. Als je nou kijkt naar de weerstand en naar de compliantie, dan bleek er iets bijzonders te zijn bij die pulmonale circulatie. En dit is een bevinding van mijn promovendi, dokter Jan-Willem Lankhaar. De weerstand maal de compliantie is constant. Onafhankelijk van de vorm van pulmonale hypertensie. Is de weerstand hoog, dan wordt het systeem stijver. Is de weerstand laag, dan wordt het systeem minder stijf. En dat gedraagt zich op een zodanige wijze dat het altijd gelijk is. En dat maakt ook niet uit waar de ziekte zit. Dit was dus idiopathische pulmonale arteriële hypertensie en dit was chronische trombembolische pH. Dus blijkbaar is weerstand en compliantie gelijk verdeeld over het longvaatbed en is het gelijk. En dit verklaart een belangrijk fysiologisch mechanisme wat we eigenlijk ook sinds kort pas weten, namelijk de proportionaliteit of evenredigheid van de drukken. Is dit een gezond persoon? Zijn dit verschillende patiënten met pulmonale hypertensie? Dan ziet u dat die bovendruk, die gemiddelde druk en die onderdruk allemaal evenredig zijn en in te vullen in een formule als een 0,6 maal gemiddeld en 1,6 maal gemiddeld. Wat houdt dat nou in voor de belasting van het hart? De vaatbelasting is evenredig met de vaatweerstand. En dat is een enorm belangrijke bevinding. Waarom? Daarmee ben je dus in staat om de last van pulmonale hypertensie op de rechterhartkamer op een hele simpele wijze te meten. U zegt, nou, als je dat kunt meten, je kunt de functie meten, dan zijn we eigenlijk wel klaar. Wat we moeten doen is die belasting naar beneden zien te krijgen en dan gaat het wel weer goed met die rechterhartkamer. Als dat zo zou zijn, zou de pulmonale vaatweerstand dus de prognose moeten bepalen. Is dat zo? Nee. 178 patiënten met pulmonale arteriële hypertensie hebben we consequent gevolgd in het VU Medisch Centrum vanaf 1998, dankzij de enorme inzet van dokter Marcus. Steeds MRI's maken, steeds katheterisaties, zeer nauwgezet, vervolgen, kijken, wat gebeurt er? En vervolgens weten we natuurlijk ook het klinisch gedrag. 178 patiënten, en wat meten we daarbij? Onder andere de rechterventrikelfunctie, de RVEF, en de pulmonale vaatweerstand. Wat je zou verwachten, is de patiënten met de hoge pulmonale vaatweerstand, dat zijn de patiënten misschien die het heel slecht doen.
Is niet zo. Het zijn vooral de patiënten met een slechte hartfunctie. Onafhankelijk van die vaatweerstand. Dus onafhankelijk van de belasting van het hart. Dus blijkbaar is die rechte hartkamer onafhankelijk van de vaatweerstand een belangrijke factor. Sterker nog, dé belangrijke factor. Om het heel anders te zeggen, kan de hartkamer zich aanpassen of kan die dat niet? Als die het niet kan, gaat het al fout met de patiënt, ondanks dat de weerstand niet hoog is. Kan die dat wel, kan deze functie goed behouden, dan gaat het goed met de patiënt, ondanks dat de weerstand hoog is. Nog belangrijke bevinding is deze. 52 patiënten gevolgd, waarbij we succesvol de pulmonale vaatweerstand lieten dalen tijdens de behandeling. 39 gaat het goed mee. In 13 gaat het fout. En al deze patiënten hebben een sterk afnemende rechterventrikelfunctie. Hoe kan de rechterventrikelfunctie nu afnemen, terwijl de vaatweerstand ook afneemt? Je zou zeggen, je ontlast de rechterhartkamer. Ik denk dat de verklaring niet heel ingewikkeld is. De weerstand daalt, maar de cardiac output stijgt. Netto resultaat, de druk blijft gelijk. De wandspanning voor die rechterhartkamer blijft gelijk. Het slagvolume neemt toe en zelfs het einddiastolisch volume neemt daarmee toe, waarbij de pathologische wandspanning op de rechterkamer aanwezig blijft. En was deze al initieel te hoog, dan zal deze ook te hoog blijven en zal de rechterkamer doorgaan met falen, ondanks dat de weerstand afneemt. Dat noem ik de paradox van de rechterkamer. De primaire doodzaak is de rechterventrikelfalen. Rechterventrikelfalen wordt geïnduceerd door die verhoogde pulmonale vaatweerstand, maar een deels verlagen van deze vaatweerstand bij medicijnen redt niet altijd de rechterhartkamer en daardoor kan de rechterhartkamer verslechteren. Hoe gaan we dit oplossen? En dat is eigenlijk mijn agenda voor de komende tijd. Het belangrijkste is dus om die drukdaling in die longslagader wel te laten bewerkstelligen. Hoe kun je dat doen? De ene optie is een vroege behandeling, een vroege diagnose. Als je in staat bent om die onzichtbare patiënt als dokter eerder te vinden, doe je goed. Wat gebeurt er namelijk? Ik laat de pulmonale vaatweerstand zakken met medicatie. De hartminuutvolume en de cardiac output was al eigenlijk vrijwel normaal en vervolgens zal de druk dalen. Tweede optie, geef nou niet één medicament, maar geef meerdere medicamenten en doe dat snel en vroeg achter elkaar en probeer die druk naar beneden te krijgen. Wat we nu doen is vaak een beetje anticiperen, de patiënt verslechtert medicamenten bij, En waarschijnlijk, fysiologisch gezien, is het zeer aannemelijk dat je dat anders moet doen en proberen die pulmonale vaatweerstand zoveel mogelijk naar beneden te krijgen, met de hoop dat je daarmee die druk en ook die pathologische wandspanning naar beneden krijgt. En natuurlijk is ook de hoop gericht op al die nieuwe behandelingen die eraan gekomen. Maar de tweede is, kun je die rechterhartkamer niet behandelen? Want die rechterhartkamer is dus blijkbaar een onafhankelijke factor. Wat we weten is wat waarschijnlijk een belangrijke rol speelt bij het falen van die rechterhartkamer is zuurstoftekort in die myocyte. Dat is de hypothese die onder andere dokter van der Laarzen heeft geformuleerd bij de afdeling fysiologie, waarvoor dank en waarvoor we heel veel onderzoek naar verrichten. Als er hypoxie in de myocyte plaatsvindt, dus die celkern, dan zal die vervolgens een faalprogramma starten en zal vervolgens er een falen optreden. Dus voorkomen van dat zuurstoftekort is belangrijk. Nou, hoe zou je dat kunnen doen? 1. Door meer bloedvaten rondom die myocyte te krijgen. Dat weten we hoe dat kan vanuit het linkerhartfalen, onder andere bij training. Er zijn andere mogelijkheden voor. Het tweede is, kun je niet middels medicamenten die rechterhartkamer ondersteunen en voorkomen dat die in deze vicieuze negatieve spiraal komt. Ik wil u twee onderzoekjes laten zien van twee briljante promovendi van mij die zij vorig jaar gepubliceerd hebben. Louis-Jan Doken en Francis de Man. Het eerste onderzoek wat ze bekeken hebben is nou training goed? Kun je daarmee iets goeds doen voor het hart? Nou, dat kunt u begrijpen, dat kun je niet doen bij een patiënt. Je kunt de patiënt wel trainen. Maar om echt alles aan het hart te meten, daarvoor heb je een proefdier voor nodig. Nou, een pulmonale proefdiermodel gemaakt. En vervolgens hebben we gekeken, wat doet nou training op dat hart? Het antwoord was, training is goed voor het hart, mits het proefdier stabiel is. Indien het een instabiele, dus een hoge bloeddruk en een falende rechterhartkamer is, dan is het averechts. Dat kunt u zich ook wel voorstellen, want training leidt initieel tot de verhoging van de druk. Wat gebeurt er met het uithoudingsvermogen van die rat? Dat verbetert.
in de stabiele situatie, dat verslechtert in de instabiele situatie. We hebben vervolgens ook patiënten getraind, stabiele patiënten, geleerd van deze les. En inderdaad, als je dan het spier, de beenspier neemt als voorbeeld ook van de hartspier, zie je dat daarbij het aantal bloedvaten toeneemt. Dus gewoon door een hele simpele interventie, op een veilige manier gegeven, kun je een verbetering bewerkstelligen. Medicamenten. Zou dat met medicamenten kunnen? Een van de manieren om het zuurstofmetabolisme naar beneden te schroeven is de bedblokken. Daar zijn we altijd bang voor geweest bij pulmonale arteriële hypertensie met goede redenen. Waarom? Die patiënten zijn afhankelijk van hun hartfrequentie. Maar als je dan een lage dosering een medicament geeft, kun je dan iets goeds doen voor die rechte hartkamer? En wederom was het antwoord uit de proefdiermodellen, ja, dat is zo. En dat is overigens ook bevestigd door collega Bogaert en Richmond. Als je dat doet, zie je dat de rat langer leeft. Dat is dan het proefdier voor de pulmonale hypertensie. We zijn in de gelukkige omstandigheden dat we dit jaar een grote beurs voor ZonMW gekregen hebben om deze studie onder hele veilige condities te kunnen uitvoeren bij de patiënt, in de hoop daarmee de rechte hartkamer van dat subdeeltje wat progressief faalt te kunnen redden. Dit is niet het enige, er zijn veel meer mogelijkheden. Maar vanwege de tijd zal ik me alleen beperken op deze voorbeelden. En dan de ontdekking van de patiënt. In 1995, toen liep ik co-schap op de afdeling longziekte. En daar lag een jonge vrouw met een hoge bloeddruk in de longschade. Mij werd meteen al verteld, dit zie je waarschijnlijk nooit meer van je leven. En in de boekjes stond er werkelijk helemaal niets over in. Behouden ze 3 regels. Dat was, let wel, 1995. De patiënt was volledig onzichtbaar. Deze jonge vrouw overleed enkele weken later. We hebben nog geprobeerd met de huidige inzicht hoge doseringen calciumantagonisten te geven, maar dat mocht niet baten. Ondertussen was er in de hele wereld al van alles aan de gang. John Vane had in 1976 prostacycline ontdekt. En Timothy Hickebottom, een pionier op dit gebied uit Cambridge, gaf aan zijn patiënten epoprostenol. En vervolgens dat leidde tot zulke spectaculaire verbeteringen, werd er een grote studie gestart. In Nederland waren deze patiënten met name aanwezig op de transplantatielijst. Ik was een opleiding tot longarts en in 1998 kwam ik terug in het VU Medisch Centrum. En op dat moment ontmoette ik collega Boonstra, die net ook aanwezig was. Mijn co-promotor, dokter De Vries, was vertrokken naar elders voor de perifere praktijk. Maar professor Posmers had het belangrijk gevonden om dat pulmonale hypertensieaccent in de VU te houden. En daarom was dokter Boonstra gekomen. En dokter Boonstra kwam uit de longtransplantatie. En hij wist deze patiënten, hij was geïntrigeerd door deze patiënten, hij kende deze patiënten. En hij las die recente publicatie en samen met hem was ik in staat om deze behandeling bij deze patiënten te initiëren. Als je eenmaal succesvol bent, en we waren succesvol, zeker bij de eerste patiënt, de patiënt herstelde miraculeus, ondanks dat we verkeerde doseringen gaven met z'n tweeën, dan krijg je natuurlijk meerdere verwijzingen. En op de duur hebben we meer dan 1400 patiënten verwezen gezien. Wat zijn dat allemaal voor pulmonale arteriële hypertensiepatiënten? De grootste groep is idiopathisch. Dan heb je medicijnen, sclerodermie SLE gerelateerd, dus reumatische aandoeningen, portopulmonaal, congenitaal, HIV gerelateerd, schistosomiasis, hemolysis en hemolytische anemie. Wat hebben we allemaal geleerd met z'n tweeën? Heel veel. Ik heb vooral ook dokter Boonstra leren kennen in deze periode. Elke patiënt die we zagen als nieuwe patiënt bespraken we met z'n tweeën. Elke keer kwamen we weer terug als het goed ging of als het fout ging. Wie is dokter Boonstra? Een gedreven klinicus. Altijd klaarstaan voor zijn patiënt, 7x24 uur per dag. Deze medicamenten die zijn enorm duur. Dat gaf natuurlijk in het begin problemen. Hij heeft toch doorgezet om deze medicamenten te krijgen. Dokter Boonstra is gegrepen door de persoon Gerard van Swieten. Gerard van Swieten is een persoon die leeft van 1700 tot 1772. Ook ben een lijfarts van Maria Theresia. Die leeft in Wenen. Er staat ook een groot standbeeld erbuiten. En die Gerard van Swieten, dat is vooral een persoon, een no-nonsense persoon. Die man die heeft weinig klinische ontdekkingen gedaan, maar behoudens dat hij
gevonden heeft wat het cerebraal infarct veroorzaakte, maar hij heeft vooral goed opgeschreven wat zijn leermeester Boerhaave opgeschreven heeft. En hij had vooral ook een hekel aan allerlei bijgeloof. Zijn diagnose stelde hij aan het bed van de patiënt. Er is een mooi autobiografisch boekje beschreven, ook van Gerard van Swieten. Dat heet Een dokter van statuur. En ik denk eerlijk gezegd dat als we het over Anker Boons hebben, dat we het hebben over een dokter van statuur. Dokter Peter de Vries wil ik ook bedanken. Hij gaf mij de mogelijkheid om het promotieonderzoek te doen wat ik graag wilde, namelijk naar de pulmonale circulatie. Dat was vooral gericht op de methodologie en toen op dat moment leerde ik dokter Marcus kennen. Daarna ben ik, omdat ik eigenlijk vond dat ik weinig begreep van die biologie en de fysiologie, naar Amerika gegaan. En daar heb ik bij dokter Marshall heel veel geleerd over de fysiologie en de biologie van het pulmonale vaatbed en ook het ambachtelijke laboratoriumwerk. Inmiddels zijn we een stuk verder. Vele, vele patiënten zijn onze zorg toevertrouwd. Zoveel patiënten dat je een uitgebreid team nodig hebt. Dat uitgebreide team heb ik hier op deze dia proberen weer te geven. De belangrijkste mensen, misschien de cardiologen. Geweldige cardiologen. Een cardioloog van het eerste uur was dokter Marquez en ook dokter Bronswaar deden onze katheterisaties en dokter Marquez doet ze grotendeels nog tot op de dag van vandaag. Er zijn andere belangrijke dokters bijgekomen. Dokter Konings, dokter De Boer, dokter Allard helpen ons enorm omdat al de cardiale complicaties op te lossen, maar ook om te kijken naar aangeboren hartafwijkingen. De reumatologie is een belangrijke bron van ziekte, met name de scleremie en de SLE. We hebben een goede samenwerking met dokter Voorskuil en professor Dijkmans. De afdeling fysica heb ik genoemd, dokter Marcus, met name de afdeling radiologie, dag en nacht klaar. Er ontreden allerlei complicaties op bij deze patiënten. Bloedopgeven gebeurt meestal 's nachts. U hoeft maar te bellen of ze komen om het vaatje weer dicht te maken. De interne geneeskunde en de vasculaire geneeskunde. De kindergeneeskunde met name ook om het screenen van de patiënten waarvan de ouders drager zijn. De intensive care, de chirurgie, zeer, zeer belangrijk. Bij het plaatsen van de portekant, we hebben een fantastisch stel longchirurgen in het VU Medisch Centrum. Dr. Paul, dokter Oosterhuis, dokter Hartemink en ook in het verleden dokter Welvaart. Altijd klaar voor deze patiënten. De pathologie, dokter Mooi, dokter Krumberg, de genetica, maar ook het CITEF-team Amsterdam. Het CITEF-team waarin de patiënten geopereerd worden. En dat is een prachtige samenwerking tussen het VUMC, het AMC en het Onze Lieve Vrouwengasthuis, waarbij de chirurg van het VUMC, dokter Huibrechts, hier aanwezig, samen met dokter Kloek uit het AMC meeopereert. Patiënten bespreken we met elkaar en dat is een zeer goed team. Waarvoor dank. Maar natuurlijk is de patiënt misschien wel de meest belangrijke stimulerende rol in alles. Niet alleen hun ziekte, maar ook hun initiatief. Dit is eigenlijk 3 uur geleden gebeurd. U ziet hier een patiënt, meneer Van Brecht, en deze heeft de Apeldoornse Vierdaagse gelopen met zijn pulmonale hypertensie. Dat heeft hij niet alleen gedaan, hij heeft ook dat goed laten sponsoren en dat geld wordt gegeven voor het VUMC-onderzoek. En zo zijn er heel veel onderzoeken geweest. Initiatieven geweest vanuit de patiëntenvereniging, omdat ze weten dat het zeer, zeer belangrijk is dat er onderzoek gebeurt naar deze aandoening. Er is een stichting Life Life to the Max die zeer succesvol is. Er is een patiëntenvereniging die zeer succesvol is. Er is een mevrouw die door heel Nederland gefietst heeft gesponsord met pulmonale hypertensie enzovoort. En al die initiatieven zet hij aan om het beste uit jezelf te halen, om te zoeken en verder te zoeken naar betere behandelingen en betere en verbeteren, hopelijk leiden tot verbeterde prognose. Meneer de rector, dames en heren. De onzichtbare patiënt is ontdekt en het VUMC heeft pulmonale arteriële hypertensie ontdekt. En ik dank het college van decanen en ook de rector voor mijn benoeming. Het is fantastisch als een financieel directeur gewoon een dag meeloopt om te kijken naar die pulmonale hypertensiezorg zonder 1 keer de kosten van deze dure behandeling te noemen. En het is zeer motiverend als onze decaan je persoonlijk komt feliciteren als je een VIDI-laureaat of iets anders ontvangen hebt. De tweede persoon die ik wil bedanken is professor Posmus, een man met visie. In 1998 was er geen
zich dat er een behandeling was voor pulmonale hypertensie. Mijn pulmonale circulatie was een belangrijk punt. Hij zorgde ervoor dat ik naar Amerika kon. Hij heeft gezorgd dat dokter Boonstra, dokter De Vries verving. En hij heeft deze lijn altijd gesteund. Zijn hart is oncologie. En toch merk je daar nooit iets van. Want zijn hart is ook pulmonale hypertensie. En eigenlijk heb ik vooral gezien hoe je leiding moet geven. Stimuleren en ruimte geven aan je mensen. Niet altijd al te veel mee te bemoeien en er bovenop zitten. En als er een vorm is van dienend leiderschap, denk ik dat Piet, jij daar een goed voorbeeld van bent. Dokter van Hintzberg, directeur van het instituut, heel hartelijk bedanken. Hij heeft heel veel gedaan, heeft mij ruimte gegeven om ook mijn fysiologische laboratorium te kunnen gebruik te maken van zijn fysiologische laboratoria. Om al mijn dier- en basale experimenten te kunnen doen. Maar dat niet alleen, is een groot pleitbezorger voor de pulmonale hypertensie. Is een man met visie. Ons wetenschapsinstituut IKVU, waar dat heen moet, translationeel, dat is onze kracht, translationeel is wat dit onderzoek wil zijn. Hij heeft enorm veel gedaan om deze benoeming gedaan te krijgen. Ander belangrijk persoon, naast professor van Hintzberg gezeten. In Amerika ontmoette ik mijn oudoom, professor Noordegraaf. Abraham Noordegraaf. Op een dag legde hij zijn hand op mijn schouder en zei, weet je dat ik je oudoom ben, wat heb jij met jouw naam gedaan? Nou, ik heet Vonk Noordegraaf. En al heel snel kwam ons gesprek op professor Westerhof, zijn eerste promovendi, die zeer succesvol was. Ik had les gehad van professor Westerhof. Hij kon goed lesgeven, maar dat was het wel zo'n beetje. Teruggekomen zijn onze banden enorm aangetrokken. En we zitten eigenlijk tegenover elkaar. We hebben enorm veel wetenschappelijk plezier. Maar dat niet alleen. Je geeft me ook vele goede en wijze adviezen die ik probeer te harte te nemen. Iedereen die mij kent is dat mijn karakter een beetje opvliegend kan zijn. En dat ik dingen vandaag liever gedaan heb nu als morgen. En soms moet je dat een beetje temperen. Ik geloof dat jouw karakter niet heel veel verschilt, maar er gaan wel een heleboel jaren overheen en wat meer wijsheid. Onderzoek kun je eigenlijk alleen maar doen als je briljant en goede onderzoekers hebt. En ik ben eigenlijk er altijd enorm mee gezegend. Hier zit een aantal van deze mensen, die zijn ondertussen alweer deels vervangen. Francis de Man heb ik genoemd, Louis Andoko, Gertje Maurits, eigenlijk kan ik iedereen wel noemen, want iedereen heeft belangrijk werk. Ingrid Schalei, die enorm belangrijk werk doet op het laboratorium. En wat ik blij om ben, is dat er ook een aantal van deze mensen, nadat ze gepromoveerd zijn, hun boekje ingeleverd hebben, gebleven zijn om het onderzoek te kunnen voortzetten. En met name ook Francis de Man, medisch bioloog, die helpt om de enorme hoeveelheid ambitie die we hebben ook vorm te geven. Een persoon die ik niet genoemd heb, dat is... Die was ook eigenlijk onzichtbaar 5 jaar lang. Dat is dokter Bogaert. Die zat 5 jaar lang in Amerika. Deed een basaal onderzoek naar pulmonale hypertensie. Eerst in Denver, daarna in Richmond. En daarvoor in San Diego. En gelukkig is hij tot het juiste inzicht gekomen. Dat je in het VUMC moet zijn. Om je vervolg van je carrière vorm te geven. Hartelijk welkom, Harm-Jan, in het team terug. We hebben daarmee niet alleen een heel goed onderzoeker gekregen. Maar vooral ook een hele goede longarts en collega. Ik wil ook de collega's van de longziekte bedanken. We hebben een fantastisch longartsenteam. De verpleegkundigen, de dames op de poli, de behandelkamer, de longfunctie. Eigenlijk zijn al die schakeltjes noodzakelijk om die optimale zorg aan die patiënt te kunnen bieden. En die schakeltjes zijn aanwezig, grijpen elkaar over. En dat betekent dat we de ene week 6 nieuwe patiënten zien en de andere week 3 en dan volgende week 8. En altijd gaat dat goed. Mijn familie en mijn vrienden wil ik bedanken voor alle steun. Mijn vader. Ik denk ook wijlen aan mijn moeder. Dat was de belangrijkste persoon in de eerste 20 jaar van mijn leven. Het zal vast geen toeval zijn dat ik in haar voetsporen gestapt ben door voor de zorg te kiezen. Kom ik bij de allerbelangrijkste persoon, Bea. Het is moeilijk om dank in woorden uit te drukken, daarom hou ik het me heel kort. Bedankt voor alles. De prinsessen en de prinsen van de Amstel, Arinda, Marije, Kees en Marnix, die in verband met interruptie de zaal heeft verlaten. Hartelijk bedankt voor alles wat jullie mij geven. Marije heeft het mij 2 weken geleden gezegd wat ik hier moest zeggen.
En ik zeg het haar volmondig na: jullie zijn de allerliefste kinderen. Ik heb gezegd.